Hallo en welkom bij mijn column van de week. Deze week gaat het over Altena. En dan wel over de boze wolf. En vergeet me even voor mijn zangkunsten. Wie is er bang voor de grote wolf? Wie is er bang? Wie is er bang? Nee, het is niet Roodkapje, maar de boeren van Altena die het op een bever zetten. Gedoopte dieren doen denken aan het werk van een grote, boze wolf. En daarom gaat ook het CDA in het verweer en gaat vragen stellen. Want wat moet er met een wolf, nu die in ons midden is en nu die slachtoffers maakt? Een aantal jaren geleden las ik in een column hoe verfrissend dit nieuws kan zijn. We maken ons zorgen over de wolf. Tussen het geweld van corona en een instorteconomie zijn nog steeds onderwerpen die het niveau van Annie en MG Schmid niet ontstijgen. Er zijn 30.000 wachtenden voor mij om de Efteling in te mogen, maar dat heb ik niet nodig. De mogelijkheid en angst voor een wolf in Altena maakt een hoop goed. Maar wat te doen aan de wolf? Afschieten? Verplaatsen? Gedogen? Of misschien iets anders bieden? Als we de Efteling mogen geloven, hebben wolven namelijk heel veel zin in twee dingen. Geitjes en kindervlees. En misschien kunnen we op dat laatste vlak iets regelen. In de oude Griekse vertellingen wordt melding gemaakt van de Minotaurus. Een monsterlijk wezen van een man met de kop van een stier. Elk jaar werden er 14 jongelingen aan dit monster gegeven als offer. De gemeente Altena heeft in deze tijd van rampspoed namelijk aangegeven best bereid te zijn om weeskinderen uit vluchtelingenkampen op te vangen. Een genereus gebaar. Maar het zegt nogal vreemd af in deze tijd waar elk ondernemer en normale burger moet vechten voor zijn geld. Waarin bedrijven het vakantiegeld vasthouden en weigeren uit te betalen. Het geeft meer of meer het verkeerde signaal. Nu stel ik uiteraard niet voor dat de kinderen die het ongetwijfeld moeilijk hebben in de Griekse kampen geofferd moeten worden. Het is mij echter verder een raadsel wat de gemeente dan van plan is met de kinderen. Dadelijk nemen we een aantal gekrenkte zielen in onze gemeente op. Dat is zoals gezegd een mooi gebaar. Maar die kinderen zullen ondersteuning nodig hebben. Ze komen uit de hel. En dan hier. Zoals Warschau propageert, je kunt een kind uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind? Die kinderen kunnen dus, of zullen dus, begeleiding nodig hebben om van hun trauma's af te komen. En in jeugdzorg is de gemeente Altena geen ster. Het is minder dan een jaar geleden dat verschillende gemeenten, waaronder Altena, miljoenen bij hebben moeten leggen. Het bedrijf dat jeugdzorg regelde zat zo diep in nood dat het niet eens meer de zorg voor de hulpbehoevende kinderen kon garanderen. En in het verlengde kon dus de gemeente de zorg niet garanderen. Dus, als de gemeente niet bereid is om deze kinderen aan de wolf te geven, hoe willen ze dan hun welzijn en toekomst goed invullen? Volgend jaar zal er, door de corona, veel moeten worden bezuinigd. Een pinautomaat voor de jeugdzorg is dan verder weg dan ooit. Net als het begrip van de burger voor de gemeente. Dit was de column van de week. Ik wens u nog een fijne week en wellicht tot volgende week.